Dit is college 13. In dit allerlaatste college bespreken we een van de meest schadelijke sociaal-psychologische fenomenen. Vooroordelen. We zullen eerst beginnen met het geven van een definitie van vooroordelen, zodat je een goed beeld hebt van wat vooroordelen eigenlijk zijn. En we zullen ook praten over hoe je vooroordelen kan meten. Nou, vooroordelen, wat zijn dat nou eigenlijk? Nou, vooroordelen zijn is een houding, een attitude ten opzichte van mensen van een groep, puur en alleen omdat ze lid zijn van die groep. En het zijn vaak negatieve beelden van mensen over een bepaalde groep. Nou, vooroordelen is dus een attitude. Een vooroordeel is een attitude. En zoals jullie hopelijk nog je herinneren van college 7, attitudes bestaan uit drie verschillende componenten. Je hebt cognitie, affect en gedrag. En cognitie betekent eigenlijk wat weet je ervan? Wat is jouw kennis hierover, over dit onderwerp? Affect wil zeggen, wat is je gevoel? Ben je er in het algemeen positief of negatief over? En gedrag, dat spreekt voor zich. Dus hoe gedraag je je ten opzichte van dit attitude-object? Heb je de neiging om er naartoe te gaan, om het te benaderen of juist om het uit de weg te gaan? Nou, voor vooroordelen ziet dit schema er zo uit. De cognitieve component van vooroordelen worden ook wel stereotypes genoemd. Jullie waarschijnlijk wel bekend. De affectieve component zijn emoties. En de gedragscomponent is discriminatie. En ik zal deze één voor één met jullie gaan bespreken. En zoals jullie weten zijn attitudes bestaan ook. Sommige zijn meer geladen op cognitie, andere zijn meer geladen op affect. En tot slot zijn sommige ook geladen op gedrag. Nou, die vooroordelen zijn vaak heel erg geladen op affect, dus op emoties. En daar zullen we het zo meteen ook verder over hebben. Maar eerst dus iets meer over stereotypes. Stereotypes zijn eigenlijk gegeneraliseerde ideeën die wij hebben over bepaalde groepen. Dus hoe wij denken dat mensen uit die groep zijn. Hoe ze in elkaar zitten, welke kenmerken ze hebben. En die stereotypes, dat zijn eigenlijk heuristieken. En zoals we weten zijn heuristieken een soort van mentale shortcuts, snelwegen die we kunnen gebruiken in ons brein om heel snel en efficiënt een beslissing te nemen. Dus dat is heel prettig. Bijvoorbeeld als jij in een restaurant aan het wachten bent om een bestelling door te geven. Je hebt best wel honger en je wil heel graag wat bestellen. Dan kijk je om je heen en dan gebruik je jouw stereotypes om op zoek te gaan naar iemand die er zo ongeveer uitziet. En als je dan zo'n persoon ziet die er ongeveer zo uitziet, dan gebruik je sociale categorisatie. Dat doen we trouwens dag in dag uit. Zijn we bezig met sociale categorisatie. Je ziet iemand en je deelt die persoon in een hokje. Dat doe je niet zo bewust als ik het nu laat overkomen. Maar je ziet iemand, je denkt gelijk, oh, man of vrouw, deze achtergrond, deze leeftijd. En je plaatst ze op die manier in een sociale categorie. En als je zo iemand ziet, dan kan je denken, nou, dat is misschien wel de ober. Dus daar kan ik een bestelling doorgeven. En als je dat doet, dan is dat meestal een goed idee. Dus in die zin kunnen stereotypes ons helpen om snel beslissingen te nemen en logisch gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld een bestelling doorgeven aan iemand die daarvoor opgeleid is en dat werk doet. Het probleem met stereotypes is dat wij, net als al die andere heuristieken die we eerder hebben besproken, ze zijn vaak best wel gegeneraliseerd. En ze bevatten heel vaak onjuiste informatie. Zo delen we mensen heel snel in bepaalde categorieën waar ze misschien helemaal niet thuis horen. En dan is het ook nog zo dat die categorieën, die kennis die we daarover hebben, heel vaak helemaal niet kloppen. Dus dat is wel een probleem. Als die stereotype informatie onjuist is, dan leidt dat dus ook tot verkeerde oordelen. En dat kan heel veel negatieve gevolgen hebben. En dat zal ik in dit college uitgebreid met jullie gaan bespreken. Nu is het wel belangrijk om op te merken dat niet alle stereotypes negatief zijn. We hebben het eerder in college 4 gehad over het halo-effect. Dat betekent eigenlijk zoiets als wat mooi is, is goed. Dus aantrekkelijke mensen, daar hebben wij een heel erg positief stereotyp beeld bij. Dus dat positieve, mooie mensen ook allemaal andere positieve kenmerken hebben. Dus dat klinkt eigenlijk heel fijn, toch? Als je lid bent van die groep. Nou, ja en nee, want het probleem is nog steeds is dat een stereotype beeld. En het is een generalisatie van hoe jij bent. En dat geldt ook voor deze groepen. Bijvoorbeeld het stereotype beeld dat zwarte mensen heel erg atletisch zijn en goed zijn in sport. En dat vrouwen supergoed zijn in huishoudelijke taken en kinderen verzorgen. En dat Aziatische mensen heel slim zijn en heel goed zijn in wiskunde. Nou, ook al zijn dat allemaal positieve kwaliteiten, het is toch beledigend. Het zijn toch overgeneralisaties die de individualiteit
ontkennen. Dus je ontkent eigenlijk dat iemand een individu is en niet zomaar alleen maar lid van een bepaalde groep. En als jij als vrouw te horen krijgt van, je kan je vast heel goed koken omdat je een vrouw bent, is toch een belediging. Ook al geeft iemand eigenlijk een compliment dat je denkt dat je goed kan koken. Denk je, ja, maar ik ben meer dan alleen maar een vrouw en ik wil niet gezien worden als iemand die excelleert in huishoudelijke taken. Want ik ben een individu met mijn eigen kwaliteiten. Dus dat zijn nog steeds beledigingen. En daarbij weten we ook dat mensen die deze positieve stereotypes hebben, dus bijvoorbeeld denken dat vrouwen heel goed zijn in het huishouden, dat die vaak ook hele negatieve beelden hebben bij vrouwen en leden van andere stereotype groepen. Dus in het algemeen, ook al zijn er positieve aspecten aan zo'n stereotype, is het nog steeds een negatief verschijnsel en een negatief fenomeen. Het probleem is dat die stereotypes heel erg hardnekkig zijn. En dat komt door processen die we eerder hebben besproken. Bijvoorbeeld in college 3 hebben we het gehad over confirmation bias. En dat wil zeggen dat wij, als we een bepaald idee hebben, dat we op zoek gaan naar informatie in onze omgeving waaruit blijkt dat we gelijk hebben. Dus als wij een bepaald beeld hebben, bijvoorbeeld dat Marokkaanse jongeren heel erg crimineel zijn, als je dat hoort bij jouw stereotype, dan ga je op zoek, onbewust vaak, naar bevestiging van dat beeld. Dus als je in de krant aan het lezen bent en je ziet, een Marokkaanse jongen heeft de supermarkt overvallen, denk je, zie je wel, dat klopt. Dat is helemaal, dat past helemaal bij mijn beeld van Marokkaanse jongeren zijn gewelddadig of zijn agressief. Terwijl als je misschien een ander verhaal leest over een Marokkaanse jongen die heel erg veel vrijwilligerswerk heeft gedaan of zich heeft ingezet voor de buurt om heel veel op te ruimen bijvoorbeeld, dat negeer je een beetje, daar heb je geen aandacht voor. Dus door confirmation bias en dat perseveratie-effect, wat we ook al eerder hebben besproken, blijft zo'n stereotype bestaan. Het is super hardnekkig. En dat heeft er ook mee te maken dat heel veel stereotypes dus heel veel emoties oproepen. Dat geldt niet voor alle stereotypes, maar er zijn van die groepen, zoals zeker na 9-11 zijn dat dus ook jonge mannen met een moslimachtergrond. Daar bestaat een heel hardnekkig stereotype beeld bij dat ze agressief zijn, dat ze gewelddadig zijn en gevaarlijk zelfs. Dus de emoties die groep oproepen zijn vaak angst of boosheid. En als dat zo is, dan worden ze nog hardnekkiger. Dus het blijft eigenlijk heel erg in stand gehouden door die psychologische processen. Nou, het allergrootste probleem van die stereotypes is natuurlijk dat ze waarschijnlijk en bijna altijd ook terug te zien zijn in gedrag. En het moment dat dat gebeurt, dus het moment dat stereotypes zichtbaar worden in je gedrag, jouw gedrag gaan veranderen, dan spreken we van discriminatie. Dus discriminatie is schadelijke, onrechtvaardige acties ten opzichte van leden van een groep, alleen maar omdat ze lid zijn van een bepaalde groep. En heel lang was discriminatie gewoon normaal, aan de orde van de dag. Hier zie je wat voorbeelden dingen die je gewoon kon zien in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld rond 1950. Dat een restaurant bijvoorbeeld alleen maar witte mensen mochten plaatsnemen. Geen zwarte mensen, geen mensen die Spaans of Mexicaans waren of Aziatisch. Discriminatie was doodnormaal. Iedereen, er was ook heel veel segregatie. Dus dat betekent dat zwarte mensen hun eigen waterkraantje hadden en hun eigen plek om bijvoorbeeld op de bus te wachten of om in de bus te zitten. En dat was gewoon normaal gedrag. Gelukkig bestaan deze vormen van discriminatie op basis van kleur niet meer. Maar er bestaan nog steeds heel veel andere vormen van discriminatie. En vormen die je elke dag nog steeds kan zien in de wereld om je heen. Deze vormen zijn vaak subtieler. Denk bijvoorbeeld eens aan een moment dat jij een trein binnenstapt en je gaat op zoek naar een plek om te zitten. En er zijn wat plekjes vrij. Waarschijnlijk ga je dan onbewust op zoek naar een plek om te zitten naast iemand die een beetje op jou lijkt. We houden van mensen die op ons lijken en die associëren we met onze eigen groep. Dat voelt veilig en daarom gaan we ernaast zitten. Klinkt allemaal heel onschuldig, maar dat betekent dat als je lid bent van een minderheidsgroep, dat je merkt dat de stoel naast jou heel vaak leeg blijft. Dat mensen zich distancieren van jou, dus sociale afstand houden. En dat zien we op heel veel vlakken van in de maatschappij. Bijvoorbeeld dat mensen niet willen samenwerken met mensen van een andere groep, van een minderheidsgroep. Ze niet als buren willen, maar dus ook niet eens naast ze willen zitten, bijvoorbeeld in de bus of in de trein. Een andere vorm van een soort van moderne discriminatie, wat nog steeds aan de orde van de dag is, zijn microagressies. Uitspraken zoals, you're the whitest black person I know. Of, so, who's the man in the relationship, als jij in een homoseksuele relatie zit. Dat klinkt allemaal heel onschuldig.
En misschien is zelfs degene die het vraagt bedoeld iets aardigs te zeggen. Bijvoorbeeld van, oh, je bent echt the widest person I know. Je bent net zoals ik. Dus je wil ze eigenlijk een compliment geven. Maar natuurlijk is het nog steeds hartstikke beledigend. Want je suggereert hiermee dat zwart zijn iets negatiefs is. En als je zegt wie is de man in de relatie, dan suggereer je dat er toch altijd een man of een vrouw moet zijn in de relatie. Dus dit zijn hele subtiele, maar hele pijnlijke vormen van discriminatie. Waarvan denk ik belangrijk is dat je je daar bewust van bent. Vooral als je lid bent van een meerderheidsgroep en hier zelf nooit zoveel mee te maken hebt gehad. Nou, heel vaak zijn vormen van discriminatie niet subtiel. Helemaal niet subtiel te noemen. En soms zelfs schadelijk tot aan het dodelijke toe. En dat is het geval als je gaat kijken naar politiegeweld tegen mensen met een zwarte of donkere huidskleur. Hier zie je een grafiek met de Amerikaanse cijfers van de manier waarop mensen benaderd zijn door de politie. En hier zie je het percentage mensen die bij het laatste contact met de politie geweld hebben ervaren of een bedreiging tot geweld. En je ziet dat witte mensen daar verreweg het minst mee te maken hebben gehad. En als je niet wit bent en vooral als je zwart bent, dan is er de allergrootste kans dat jij te maken hebt gehad met bedreiging of daadwerkelijk geweld. Tegen jou als je benaderd wordt door de politie. Met soms hele heftige gevolgen natuurlijk. En je zou misschien kunnen denken, ja, dat is misschien zo omdat die mensen in Amerika, die politieagenten, allemaal super racistisch zijn. En die zijn er gewoon op uit om zwarte mensen te pakken. Ja, dat lijkt niet het geval, want we weten dat ook het grote publiek behandelt mensen anders op basis van hun huidskleur. En vooral als ze dubbelzinnig gedrag vertonen. Kijk maar eens mee naar het volgende filmpje. You see this and you wonder, did he lose his keys or is he blatantly stealing that bike? In broad daylight, he hammers and then saws on the chain. When that doesn't work, he pulls out an industrial-sized bolt cutter. And when he's asked, he fesses up. You lost the lock? Not exactly. But he's not a real thief. Justin Kelly is an actor, and our hidden cameras are rolling. What happened? Nothing. I can't get through the lock. Yeah. I mean, I know this is weird, but you wouldn't happen to know whose bike this is. Perfect. Yeah. All right, good. Thank you. It was odd that somebody had all that equipment. But you didn't do anything. No. That's true. That's the bottom line. Lots of people stop and stare. A few even question the actor. I guess I have to ask, is that your bike? I guess technically no. Okay. Bye. Good luck. Bye. In over an hour, about 100 people pass by. Only George and Arlene try to stop him. Some tell us they plan to call the police later. Others say they're scared. Keep moving. This woman and her friends give our thief the benefit of the doubt. When we ask why, Bisa Washington tells us first impressions matter. I remember thinking young white men don't usually carry burglar tools. So we all make assumptions, huh? Yeah. I'm thinking maybe he works for the park. We replace our white thief with this young man, Matlock. Remember, both actors dress in a similar way and are about the same age. Is that your bike? Nah. Then what do you cut the chain for? Right away. Right away, somebody yelled. Wow. Within seconds, another person confronts our thief. Is that your bike? Technically, it's not, but it's gonna be mine. More people converge. Is there one south that will you call the police? He's like stealing somebody's bike. Are you taking that bike? Is that your bike? No, it's not, sir. Oh, why are you doing that? Is this any of y'all bikes? Is this your bike? It belongs to someone. To who? Well, not to you. And sure enough, one man whips out a cell phone to call 911. Yeah, there's someone taking a bike here. Our actor triggers more reaction. Some people are even snapping pictures for evidence. I got you, bud. I got you. Guys, steal the bike. Whose bike's over here? These racial stereotypes are infused in all of us. I mean, it's part of our culture. So whether you're black or white, you associate crime with blacks and you associate whites with being good. Jack DeVideo, psychology professor at Yale University. Whether we believe it, whether we notice it, whether we acknowledge it, race is affecting what I see, what I think, what I do.
Het probleem wat in deze videoclip wordt gedemonstreerd, is dat zwarte vaak geassocieerd wordt met geweld. Dus er is een associatie tussen zwarte mensen en gewelddadig gedrag. En dit stuurt dan vervolgens onze sociale cognitie. Dus de manier waarop wij de wereld zien en gebeurtenissen interpreteren. En dit blijkt ook uit heel veel ander onderzoek. Bijvoorbeeld het onderzoek waarin deelnemers verschillende foto's te zien kregen. En dit waren foto's van witte mannen of zwarte mannen. En die mannen hadden altijd iets in hun hand. Soms was dit een geweer en soms was dit iets anders. Bijvoorbeeld een stuk gereedschap. En de deelnemers kregen de opdracht om een soort van videospel te spelen. En in dit videospel konden ze gaan schieten. En de bedoeling was dat ze iemand gingen neerschieten die een geweer vast had. Dus schieten op de boef. Eigenlijk een soort van simpele regel van heel veel videospelletjes natuurlijk. Dus ze moesten iemand neerschieten die een geweer vast had. En als iemand geen geweer vast had, dan moesten ze die natuurlijk laten leven. En dan was er dus sommige van die mensen in de foto's waren zwart, andere wit. En de onderzoekers waren geïnteresseerd in het aantal fouten dat mensen maakten. Dus hoe vaak ze eigenlijk onterecht iemand neerschoten. En hier zie je de resultaten. En je ziet dat als het gaat om iemand die wit is, dat er eigenlijk nauwelijks fouten worden gemaakt. En dat mensen eigenlijk ook niet vaak werden neergeschoten. Maar als mensen van kleur waren, dan zag je twee dingen. Je zag eigenlijk vooral dat mensen heel snel in staat waren om iemand die gewapend was neer te schieten. Maar je zag ook vooral dat ze heel veel fouten maken. Dus dat ze heel vaak ten onrechte iemand neerschoten. Heel erg in lijn dus met wat we weten van geweld van politieagenten tegen zwarte mensen. Dat dat eigenlijk onevenredig vaak gepaard gaat met geweld en een verkeerd oordeel op basis van het soort van ambigu gedrag van zwarte, vooral zwarte jonge mannen. Nou, we weten dus dat die associatie tussen zwarte mensen, donkere huidskleur en geweld, dat is iets wat bij ons allemaal in zekere zin door stereotype informatie is opgedrongen. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Dus sommige mensen hebben die associatie wat meer dan de rest. En psychologen zijn natuurlijk altijd heel erg geïnteresseerd in het meten van attitudes. En ze zijn ook heel erg geïnteresseerd in het meten van vooroordelen. Nou, als je wil weten of iemand heel erg bevooroordeeld is, dan kan je dat natuurlijk vragen. Je kan bijvoorbeeld de vraag stellen van, zeg, wat vind je eigenlijk van Marokkanen? Ben je daar heel erg positief over of ben je daar heel negatief over? En sommige mensen zullen dan eerlijk zeggen wat ze daarvan vinden, maar er zijn ook heel veel mensen die toch wat sociaal wenselijk gaan antwoorden. En misschien eigenlijk niks van Marokkaanse jongeren moet hebben, maar dan zegt, oh ja, ik vind het prima hoor. Dus met vragenlijsten is het soms lastig om een goed en volledig beeld te krijgen van vooroordelen. Dus daar hebben onderzoekers iets voor bedacht. Ze hebben een impliciete associatietest ontwikkeld. En deze test was dus ontworpen om te kijken of je op die manier een soort van verborgen vooroordelen kan opsporen. En kijk maar eens even mee hoe die test precies in zijn werk gaat. Implicit Association Test, or IAT. In a classic version of the IAT, research participants are asked to make two types of judgments. The first is whether a face they see on the computer screen is that of a black person or a white person. And the second is whether a word they see on the screen is a good word or a bad word. A good word would be like love, joy, or honest. And a bad word would be like poison, agony, detest. The trials with the faces, black or white, are intermixed with the trials with the words, good or bad. And participants must use the same two keys on the computer for both judgments. So in one part of the test, participants will use one key to indicate black if a black face is shown, and use that same key to indicate good if a good word is shown. Then a different key will be used for white for face trials and bad for word trials. In a different part of the test, things are arranged differently. Now participants use one key to indicate black and bad, and the other key to indicate white and good. This experiment assesses how easily the participants can manage each of these links. Do they have an easier time putting white and good together, and so using the same key to indicate both, than putting white and bad together? It turns out that the second combination is easier for white participants, and many African American participants as well. This seems to suggest that the participants arrive at the experiment already primed to associate each race with a certain evaluation and respond more slowly when the experiment requires them to break that association. Nou, eerst dachten de onderzoekers dat de uitkomst van die test ons iets vertelde over verborgen discriminatie. Dus als je een hele sterke associatie hebt tussen zwart en slecht, dat je dan ook zwarte mensen veel meer zou discrimineren. Dus dat ook te zien zou zijn in gedrag.
En er zijn wel wat aanwijzingen dat uitkomsten van de IET dat ook gedrag voorspelt. Maar er zijn ook heel veel aanwijzingen dat helemaal niet het geval is. Dus nu is de consensus eigenlijk meer dat die IET de sterkte van een associatie meet. Dus hoe sterk associeer jij twee concepten met elkaar? Net zoals dat je de concepten brood en boter heel makkelijk met elkaar combineert. Of Bert en Ernie. En dat verschilt een beetje van persoon tot persoon. Dus als jij heel vaak bent blootgesteld aan Sesamstraat, zoals ik bijvoorbeeld, nog steeds elke dag Sesamstraat, dan heb je een hele sterke associatie tussen Bert en Ernie. Dus als iemand Bert zegt, dan Ernie. Dus dat is een hele sterk verband. En op diezelfde manier kan jij ook een hele sterke associatie hebben gekregen tussen bijvoorbeeld zwarte en geweld. En dat heeft niet zoveel te maken met wat jij daadwerkelijk gelooft, maar bijvoorbeeld met hoeveel je televisie hebt gekeken en hoeveel je de media volgt en hoeveel je leest in de krant en hoeveel je kijkt naar politieke debatten, waarbij sommige politici er echt op uit zijn om die associatie te versterken. Als jij kijkt naar rechtspopulistische politici, dan zul je merken dat zij voortdurend die twee groepen, dus die minderheidsgroepen, in verband willen brengen met geweld of ander negatief gedrag. En als je dat voortdurend hebt gezien, dan wordt het een soort van Bert en Ernie effect. Dan ga je die associatie maken, ook al is het zelf niet iets wat jij gelooft. Maar omdat je daar voortdurend aan blootgesteld bent, ja, dan gaat dat toch die associaties beïnvloeden. Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien zelf ook wel nieuwsgierig bent naar jouw eigen associaties. En ik zal een linkje plaatsen waarbij jij je eigen associaties kan testen ten opzichte van verschillende minderheidsgroepen. Dus als je wil, kan je die uitchecken.